Yo! Welkom weer bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. En kijk mijn haar toevallig. Zo. Beetje verwilderd. Heel lang niet naar de kapper geweest. Maar dat komt straks nog wel. Maar in ieder geval, ik heb wat bereikt in mijn YouTube carrière. Namelijk de 50 subscribes. Oftewel de 50 abonnees. En daarvoor wil ik jullie namelijk heel erg bedanken voor de 50 abonnees. Want ik stop heel veel moeite in mijn video's. Nou ja. Hè, kippen? Ik stop heel veel moeite in mijn video's, hè? Ja, hè, kippen? Ja. Kijk eens aan, mensen. Mijn kippetjes zijn ook weer lekker vrolijk aan het scharrelen. Hè, dames? En toevallig Duifje is er ook. Hey Duifje. Duifje is sinds kort al 2 weken bij ons. Hij komt elke dag weer aan en wegvliegen. Want s'avonds gaat hij dan weer weg. En dan komt hij 's ochtends weer terug. En dan blijft hij gewoon de hele dag bij ons. En zo ging dat de afgelopen 2 weken. Het is best wel vet dat een duifje de hele tijd bij ons komt. Ja, het zal denk ik wel weer aan de kippen liggen met kippenvoer. Hè, dames? En ik weet niet of de duif een meisje of een jongen is. Dus ja. Hè, kippen? Ja, hè? Lekker kletsen, hè? Duifje heeft ook veel snackjes op, oftewel kippenvoer. Want als we hij of zij kippenvoer geven, dan komt ze de hele tijd terug. Dus dat is dus de reden waarom ze al 2 weken bij ons is, hè? Ja, hè? En kippetjes ook, hè? Ja. Kijk eens aan, mensen. Het kippenproject die ik een jaartje geleden heb gebouwd. Kijk eens aan, mensen. Het blauwe hok wordt weer lekker gebruikt. Het lagenhok wordt weer lekker gebruikt. De ren wordt lekker gebruikt door onze 3 dames. Hé, dames? Ja, jullie mogen heel blij zijn dat ik een mooi hok voor jullie heb gemaakt. En ja, de kippenvc is helemaal kapot aan het gaan. Hij is helemaal aan het rotten en zo. En ja, hij is ook niet zo mooi meer. Ik heb hem 1 keer onderhouden en sindsdien heb ik hem niet echt meer onderhouden. Dus hij is wel een beetje kapot aan het gaan. De duct tape is los aan het gaan. Maar dat maakt niet uit. Ons kippenproject is weer lekker aan het stralen, zoals jullie kunnen zien. Natuurlijk ook de ren met het bankje. Het bankje is wel een beetje kapot aan het gaan, een beetje aan het rotten. Maar ja, maakt niet uit. Het hek staat er ook nog vrolijk omheen, zoals jullie kunnen zien. Het poortje doet het, over het poortje gesproken. Een paar weken geleden was het poortje namelijk kapot. Want de onderste scharnier was kapot. En de bovenste scharnier is nou ook al een beetje kapot aan het gaan. Maar ja, wat maakt het uit? Hij doet het nog. Zolang de bovenste scharnier nog helemaal in elkaar zit, doet hij het nog. En ja, als het kapot is, moet ik een nieuwe scharnier kopen. Maar ja, in ieder geval, deurtje doet het nog. Mooi kippenproject. Natuurlijk ook een mooie trampoline. Die ik begin 2021 heb gekocht. Ziet er mooi uit. Veel beter dan de oude kapotte trampoline die nou inmiddels naar de stort is. Maar ja, ook ons mooie woonbootje die ik dus heb gemaakt van karton is ja, een beetje kapot aan het gaan. Ik zou het jullie even laten zien. Vooral bij deze punt is het aardig ingestort, het dak. Kijk eens aan, mensen. Het dak is helemaal ingestort. Maar ja, over een paar maanden ga ik dit helemaal opknappen. En dan kunnen we het zwembadje daarop zetten. En dan kan het gewoon varen. En misschien zelfs op de Maas, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar ja, het kartonnen woonbootje staat helemaal goed. En hij is ook klaar voor opknapping over een paar maanden. Maar ja, over een paar maanden gaan we het woonbootje weer opknappen. En hier staat het nieuwe project die ik laatst heb gemaakt. Hij is volgende week pas te zien. Maar ja, even weer naar die 50 subs. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken met de 50 subs. En ik denk de kippetjes ook, hè, dames? En ik denk het duifje ook. Maar ja, in ieder geval super bedankt voor de 50 subs. En ja, ik ga weer afsluiten met de video. En dan zie ik jullie gewoon later weer in de volgende week. Doei doei!